Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Kick-off, dit weekend de laatste wedstrijd van 2016. En Ajax moet in topvorm zijn, want zondag om 16:45 is het tijd voor Ajax PSV. Komende kwartier gaan we vooruitblikken op die wedstrijd. En dat doen we met trainer John Heitinga. Ja, dat ben je tegenwoordig, ja, moet ik zeggen. Dus, trainer in opleiding. In opleiding, ja. Tegenwoordig wat minder in de spotlights. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja, ik heb het enorm naar mijn zin. Het is leuk, het is een uitdaging. Het leukste is op het veld te blijven staan. Dat doe ik nu nog steeds alleen in een ander opzetje, zeg maar. En Ajax-PSV dit weekend, heb je er al een beetje zin in? Ja, nee, absoluut. Je speelt thuis, toch tegen de huidige kampioen. Ja, die wil je natuurlijk verslaan. En leef je er dan heel anders naartoe? Want je bent natuurlijk gestopt. Dat is wel even wat anders. Nou, je gaat nu kijken nog meer als liefhebber. En je hoopt gewoon dat jouw clubje gewoon kampioen wordt. En zeker in de grote wedstrijden dat ze daar ook echt staan. En met je trainersoog kijk je daar dan nu ook een beetje op een andere manier naar? Ja, eerlijk wel. Zo nu en dan krijg je een opdracht van de KNVB. Ja, dan moet je een tegenstander gaan analyseren. Dus ja, dan ga je nu tijdens wedstrijden ga je er meer op letten. Ja, het is nog even wennen voor mij, John Heitinga de trainer. We gaan er even naar kijken. Beelden van John Heitinga als trainer. Hoe vind je het tot nu toe? Is wat je ervan verwacht had, zeg maar? Ja, eerlijk vind ik het eigenlijk leuker dan ik verwacht had. Ja? Ja, je bent natuurlijk vers, kom je uit de voetballerij en je bent altijd gewend om op te staan en gewoon je kicks aan te trekken en te gaan trainen. Mm. Alleen nu staan daar gewoon, staan de jongens naar jou te kijken van trainer, wat gaan we vandaag doen? En hoe staat het met de ambities? Welk pad heb je voor ogen? Nou, ik wil eerst gewoon de cursus gaan volgen en eerst mijn papiertje halen. Want ik heb nu de TC1 en hopelijk aansluitend coach plat voetbal die ik gelijk ga doen. Ja. En ik moet zeggen, nu met Marcel Keizer als praktijkbegeleider, gaat het goed. En dan komende zondag Ajax-PSV, wat verwacht je? Ik vind dat Ajax met name nu thuis, ze moeten gewoon laten zien dat ze PSV de baas zijn. Vorig jaar hebben we natuurlijk een kampioenschap weggegeven aan het einde van het jaar en die heb je PSV zo cadeau gedaan. En dat mag nu absoluut niet gebeuren. Nee, de afgelopen weekend natuurlijk de nederlagen in Enschede. Ja. In de slotminuten kreeg Ajax nog een penalty tegen. Nick Viergever moest eraf met rood. En wij spraken met zijn meest logische vervanger, Jairo Riedewald. Ik ben inderdaad wel een optie natuurlijk om hem te vervangen. Maar er zijn nog meerdere opties. Dus het is nog steeds aan de trainer voor welke optie hij gaat kiezen. Een mooie wedstrijd natuurlijk. Mooie tegenstander. Dus ik wil wel graag. Ja. Ik hoop het gewoon meer eigenlijk. Kijk, als ik nu ga denken dat ik ga spelen en het is niet zo het geval, dan... Ja, dan is de lust eigenlijk nog groter, dus het zou leuk zijn als ik mocht spelen, ik hoop het. En als het niet zo is, dan te vergeefs. Je bent gewoon onderdeel van het team natuurlijk, dus we trainen met elkaar. En als je speelt, dan probeer je jezelf voor te bereiden voor de wedstrijd. En als je dan niet speelt, dan probeer je het team zeg maar, scherp te houden op de training natuurlijk. En zorgen dat zij er wel klaar voor zijn en 100% gemotiveerd om die wedstrijd te winnen. En de afgelopen twee wedstrijden hebben we niet het resultaat gehaald dat we wilden. En dat is gewoon zonde. Gisteren zat ik op de bank tegen Cambuur en
Ja, als je dan, met alle respect voor Cambuur natuurlijk, maar als je dan zeg maar verliest met de spelers die speelden gisteren, dan weet je dat het niet aan de kwaliteit ligt. Je kan niet zeggen dat Cambuur beter was dan de spelers die op het veld stonden. Dus dan kan het maar aan één ding liggen en dat is instelling dan. En ja, dat mag gewoon nooit gebeuren. Ik bedoel, volgens mij niet zo lang geleden heeft Jong Ajax ook gewonnen van Cambuur. En dan is het heel apart dat we in een bekerwedstrijd met het eerste elftal eruit liggen door Cambuur. Dat was eigenlijk denk ik niet nodig. Vooral als Ajax zijn mag dat eigenlijk ook niet kunnen. En dat weten we ook, dat weten we donders goed. En daarom is het belangrijk, maar ook tegelijkertijd mooi dat we dat in eigen huis kunnen rechtzetten tegen PSV. Vorig jaar, voordat Jairo geblesseerd raakte, had hij eigenlijk de voorkeur boven Nick. Dit jaar is het andersom. Ja. Wat is het grote verschil tussen die twee? Nou ja, beide zijn het... Nick heeft wat meer ervaring. Jairo is een fantastische voetballer. Ik denk dat Jairo ook echt een mooie toekomst tegemoet gaat. Als hij gewoon de dingen blijft uitvoeren die hij moet doen. Ja, en op dit moment valt de keuze valt op Nick. En dat is een teken voor Jairo om nog harder te werken. En gewoon te laten zien dat hij moet spelen. En concurrentiestrijd is goed. En dat zie je. Vorig jaar een aantal jongens speelden alles. Ja, die spelen nu wat minder. Dus dat is ook een leermoment. En ja, dat is toch wel... Het mentale komt er nu bij kijken. Want de komen is niet zo moeilijk, maar de blijven. En wat ga je nu doen met de volgende stap, zeg maar? Wat betreft Ajax zelf zijn natuurlijk een hoop wisselingen geweest. Wat vind je ervan? Ik moet zeggen, het is best leuk om naar te kijken. En aan het begin denk ik een moeilijke start. En daarna, ja, het spel is eigenlijk is beter geworden. En ja, je bent alleen nog geen koploper. Dus dat is wel maar een leuke uitdaging. Maar als je kijkt naar vorig jaar, is de ploeg verder? Ja, ik denk wel de jongens die vorig jaar ook al speelden, dat ze steeds meer het voortouw nemen. Dan doe ik op een Davy Klaassen bijvoorbeeld, die is natuurlijk nu het tweede jaar achter elkaar aanvoerder. Zie je dat hij dat elftal toch echt wel op sleeptouw probeert te nemen. Ja, en ik denk Onana die maakt een sterke indruk in het doel. In het begin natuurlijk ook van oké, nieuwe keeper, wat zal het worden? Sill is natuurlijk heel lang in het doel gestaan. Ja. Een hele goede stabiele factor achterin. Nou, Onana die pakt dat goed op. En dan heb je voorin heb je natuurlijk Traoré die erbij gekomen is. Dolberg die het ook Dolberg, heel goed doet. Maar kijk, met Dolberg is natuurlijk een fantastische spits. Ja. Als je hem ziet trainen ook, sterk, balvaardig. Kan verschrikkelijk hard schieten. Alleen ik denk wel dat wij, en dan praat ik, de media is natuurlijk heel snel van Dolberg hier neerzetten. Alleen die scoort nu een aantal wedstrijden niet. En dat is een jonge speler. Die moet je gewoon rustig de tijd geven. En die ontplooit zich vanzelf wel. Hè? Ja, en het is allemaal heel mooi. Tegen PSV is natuurlijk een goede graadmeter. Ajax staat op dit moment tweede in de Eredivisie. PSV volgt. Ajax heeft 36 punten. PSV heeft 33 punten. Het gat is dus maar 3 punten. We gaan kijken naar het seizoen van beide teams in cijfers. Ajax-PSV is de wedstrijd tussen twee ploegen die de zaakjes achterin goed op orde hebben. PSV heeft de meeste clean sheets dit seizoen. 9 stuks in totaal. Ajax heeft er 1 minder. Maar heeft in André Onana wel de keeper die het vaakst de nul hield 8 keer deze competitie. PSV is verdedigend duidelijk de beste ploeg in Nederland. 7 tegendoelpunten, de minste schoten tegen en het hoogste winstpercentage in de duels. Ajax en PSV laten de bal ook het meest gaan. PSV gaf de meeste passes in de hele competitie, maar bij Ajax komen ze het vaakst aan. Aanvallend gezien is Ajax een stuk sterker. 34 doelpunten tot nu toe, maar liefst 10 meer dan PSV. En dat terwijl het de ploegen zijn die het vaakst op doel schoten. Ajax 254 keer, PSV loste 6 schoten minder. Het voornaamste verschil zit hem in de grote kansen. PSV kreeg er 43, maar slechts 30,2% daarvan werd in een doelpunt omgezet. Ajax doet dat een stuk beter. Precies de helft van de 36 grote kansen waren raak. Nou, dat zijn de statistieken. Dit seizoen is eigenlijk iedereen positiever over Ajax dan over PSV. Maar als we naar de statistieken kijken, heeft PSV het beter voor elkaar. Wat zegt dat jou? Flassertje? Het is een moeilijk te kloppen ploeg. Ajax scoort makkelijker. Ja. PSV scoort gewoon heel moeilijk. En uiteindelijk gaat het toch degene die het meeste goals maakt. Ik denk dat als je ziet puur de statistiek hoeveel kansen PSV heeft gehad in Ajax. Ja, dat is bijna, het is 50% van de kans van Ajax is raak. Maar vaak wordt wel gezegd, de ploeg met de minste doelpunten tegen wordt kampioen. Ja, betreft. Ik blijf altijd zeggen, je wordt kampioen tegen de wat kleinere ploegen. Ja. En nu is het wel een hele belangrijke wedstrijd, want in mijn ogen is het gewoon een 6-punten duel. Zeker na het verlies van vorige week.
Ja, dan is het lekker als je het gat van PSV gewoon naar 6 punten kan brengen. Anders komt PSV dichterbij en je weet natuurlijk niet wat Feyenoord het weekend gaat doen. Ja. En waar liggen de kansen voor Ajax tegen dit PSV in deze vorm? Nou ja, Ajax moet gewoon zorgvuldig zijn. En Ajax creëert altijd kansen. Zeker thuis. En als je ziet, nou ja, als je 2 kansen krijgt en je schiet hier een keer eentje binnen. Ik denk dat je kan niet puur op statistieken kan je gokken. Alleen, nou ja, zoals Ajax dit seizoen speelt, spelen ze veel aanvallend. Komen spelers ook veel op het helft van de tegenstander. En dan gaat het gewoon, wat doe je in de derde fase? En als we kijken naar deze statistieken, dan gaat het met name over de aanval, over de verdediging. Alleen, vaak wordt er gezegd dat de grootste slag wordt geslagen op het middenveld. Eens? Vaak wel, ja. Ja. En als we gaan kijken naar dat middenveld, een vaste naam, niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Peter Bos, is inmiddels al bezig aan zijn 5e seizoen hier in Amsterdam. Ik heb het natuurlijk over Lasse Schöne. Schöne. Oh, wat een volley van Schöne. Kijk eens de vrijheid van Schöne. Daar loopt Klaassen door. Oh, doe maar joh, wat jij wil. Schöne. Hij weet precies waar de ruimte is. Schöne. Oh! Hoe belangrijk is Schöne dat hij daar staat op 6? Of misschien nog belangrijker als routinier? Nou, hij maakt een hele stabiele indruk. Lasse aan de bal is fantastisch. Dat heb ik vorig jaar op de training ook gezien. Eerlijk, ik had niet verwacht dat hij zo goed zou spelen op die positie. En hij is aan de bal is hij heel sterk. En waarom had je dat niet verwacht? Nou ja, kijk, Lasse is natuurlijk veelal gebruikt. Zelfs in de spits heeft hij gestaan aan de buitenkant. Op het middenveld op 10. Alleen, ja, hier is hij een controleur. En Lasse is natuurlijk, als je hem ziet spelen, het is niet iemand die vol de tackle speelt. Het is gewoon iemand die qua positie staat die bijna altijd goed. En ja, op die positie, daar komt toch heel veel bij kijken. Want je bent toch zeg maar tussen de verdediging en het middenveld, je speelt in het hart van het elftal. Je hebt daar toch wel een leidinggevende functie zeg maar, in het elftal. En ja, hij heeft het gewoon meer dan naar behoren heeft hij dat gedaan. Hoe knap is dat hij zich echt heeft teruggeknokt in die elf? Maar goed, dan kom je weer bij het mentaal aan. Kijk, Lasse die heeft vorig jaar heeft hij ook moeilijk gehad. In het begin van het seizoen speelde hij ook niet zoveel. En als je nu kijkt... Die zaten nog wel eens samen op de bank vorig seizoen. Ja, helaas wel. Maar Lasse die piept niet. Die werkt keihard. En die wacht gewoon tot zijn kans komt. En als zijn kans komt, dan probeert hij hem te pakken. En dat heeft hij nu gewoon gedaan. Hij heeft een aflopend contract. Als ik jou zo hoor, verlengen die handel. Ja, ik weet niet. Ik weet ook niet wat zijn ambities zijn van Lasse. Alleen op dit moment is hij gewoon basisspeler in Ajax 1. Dus ik denk dat Ajax wellicht met Lasse om de tafel gaat. Ja. We moeten het nog even afwachten. We zijn bijna aan het einde gekomen. Maar we gaan eerst nog even kijken naar het volledige programma van dit weekend. Ajax speelt dus tegen PSV, maar dit is het volledige programma. Speelronde 17 om precies te zijn, de laatste van 2016. Alles te zien op Fox Sports. Op Fox Sports 3 kun je vanavond kijken naar Willem II tegen Heerenveen. Morgen speelt Feyenoord om 19:15 thuis tegen Vitesse. En zondag nog 5 wedstrijden, waarbij alle ogen natuurlijk gericht zullen zijn op Ajax en PSV. Dat duel is om 16:45 te zien op Fox Sports 1. Nou John, dat was hem alweer. Was toch? Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar. Dus, zondag Ajax-PSV, wat was jouw mooiste herinnering aan die wedstrijd? Nou, ik denk, maar dat was een uitwedstrijd, toen wonnen we met 1-5 daar. Ja, toen lukte echt werkelijk alles. Ik herinner me nog goed en dat gaan jullie wel laten zien, is die goal van Wesley. We gaan hem laten zien. Dat moet je echt laten zien. Ja? Schitterende goal van Snijder. Mooiste herinnering? Nou ja, ik denk wel de wedstrijd die ik tegen PSV gespeeld heb, is dat een van de misschien wel de mooiste wedstrijden die ik gespeeld heb. En zondag, hoe ga je kijken? Nou ja, toch wel een beetje gespannen. Want ik wil gewoon dat Ajax wint en ik zal aanwezig zijn in het stadion en dan zal ik ze aanmoedigen. Ja, ik ook. Bedankt voor het aanschuiven vandaag. Dit was Ajax TV Kick-Off. Volgende week zijn we er nog met de laatste van 2016. Veel plezier komende zondag met Ajax PSV. Voor nu alvast een opwarmer en graag tot volgende week. Prachtig ineens gespeeld door Lasse Schöne en afgerond door Sigurdsson. Even de Hulsson. Wat een doelpunt. Van Spijkaard en Van Basten.
Lens. Schiet ernaast. Wow. De kiezelharde ingreep van Veldman. Younes. En de gelijkmaker. Het is 1-1. Mertens. Oh, nou maak maar af. Fischer. Fischer, 3-1. Het is beslist. Het is beslist. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo.